En we zijn dan inmiddels halverwege de laatste bocht. En daar komt dan de aanval van Everglide Rapida. Flits, Harley, Everglide Rapida. Op dit moment een mooie tweestrijd. Supergirl komt aan de wijde buitenzijde, maar springt in galop. We komen in de laatste rechte lijn. En het is daar dat aan de buitenzijde Everglide Rapida de leiding over heeft genomen. Flits, Harley vecht. Buitenzijde Brainwave, deze drie paarden. Met dichterbij dan ook nog Diamond Twix. Maar het is op weg naar de finish. Everglide Rapida die het wint op de tweede plaats. De drie Flits, Harley. Close voor plek drie. Ik kijk even naar boven of wij over kunnen gaan tot het huldigen van. Dankjewel, Loek. De winnaars Everglide, Rapida en Danny Brouwer. 5 jaar deze zwarte ruin van Handglider uit Royal Comic. Gefokt in Zweden. Bezit van Hans Krebas. Bas Krebas, de trainer. Danny Brouwer, de winnende piqueur. En daar is Danny. Danny, gefeliciteerd. Je kreeg hem heerlijk. Ja, ik kreeg hem super. Ik kreeg hem op een dienblaadje. Dit was wat ik vooraf eigenlijk een beetje in gedachten had. Ja, ik wist dat hij van Brian goed door zou lopen en dat hoopte ik ook zo. Maar het pakt fantastisch uit. Ja, Brian houdt altijd wat tempo, daar kan je vanuit gaan. En dan heeft hij van jou denk ik net even meer speed, hè? Ja, hij wordt steeds beter, parcours wordt hij beter en Bas heeft hem aardig voor elkaar zo. En ik weet als je hem van de rug af krijgt, dat hij, dan gaat hij eroverheen totdat hij erbij neervalt. En hij leert stilstaan met al die overwinningen. Heel goed. Hans, ik weet dat je altijd meekijkt, proficiat jongen. Dit was weer genieten voor jou, denk ik. U kunt in de handen voor het supertalent Danny Brouwer. Hij wint met Everglide Rapida. Paarden in de rechte lijn, circa 100 meter tot het startpunt. Ja, Aad, hij staat aan. 50 meter. De start is gevallen, de paarden onderweg. De strijd om de leiding barst los. En in het midden van de baan komt Daydream Melo naar voren. Maar sneller is paard nummer 3, Flits Harley. Dat begint hij dus ook al onder de knie te krijgen. En dan zullen ze toch van goede huizen moeten komen. Gitta Pacel overleeft de eerste bocht niet. Dat was in het voorwerk ook een paar keer het geval. Maar Hugo Langeweg heeft hem wel weer in het juiste gareel. En het paard kan natuurlijk hard genoeg lopen om eventueel nog een rol van betekenis te spelen. Paarden gaan op weg naar de overzijde van de baan. En het is aan kop van het veld paard nummer 3, Flits Harley. Flits Harley heeft een lengte voor op de tweede plaats. De laagstaande zon maakt het me wat moeilijk. Kijk hier even naar de kenners om me heen. Wie zit daar op dit moment? Danny Brouwer, denk ik, met paard nummer 1, Everglide Rapida. Als ik zo naar het exterieur van het paard kijk. Daarachter hebben we dan aan de binnenzijde Brainwave. En aan de buitenzijde probeert daar wat naar voren te komen. Paard nummer 5, Daydream Melo. Nieuwe uitgeschakeld galop. Nummer 2, 2 galop. Voor paard nummer 2. Gitta Pacel. Paarden komen langs de rechter en het is sterk aan kop van het veld. Flits Harley heeft een lengte voor op de tweede plaats erachter aan Everglide Rapida. Aan de buitenzijde krijgt geen makkelijke koers Daydream Melo. En aan de binnenzijde loopt geen meter te veel Brainwave. Die wordt op een lengte gevolgd in het tweede spoor door Diamond Twix. En achter Diamond Twix de laatste twee, John Westenbrink met Supergirl. En die wordt gevolgd door paard nummer 4, Esprit Itzarda. Paarden zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. En Esprit Itzarda die benut een rustige fase in de koers om de positie wat te verbeteren. En die wappert daar op dit moment het hele veld voorbij. Maar Brian Vaarder die is net op tijd, denk ik, uit zijn winterslaapje. En houdt aan de binnenzijde Flits Harley nog altijd ervoor. We komen 2-2 op weg naar de rechte lijn voor de tribune. En het is aan de binnenzijde Flits Harley. Drie dik de tussenaanval van Esprit Itzarda. Liep hier natuurlijk op 13 juni een fantastische koers. En komt nu schuin naast de koploper met nog 1 ronde te gaan. En het is Flits Harley, Esprit, Zarda, binnenzijde Everglide Rapida. Paardje met veel speed won nog op de baan van Emmeloord. En daarachter is het nu wat terugvallend. Het paard van Dennis Minema, Daydream Melo. En dat is voor John de Leeuw wel lekker. Want die kan nu naar het tweede spoor met zijn Brainwave. Brainwave die hier de laatste keer ook al een superkoers liep. Kijken wat er te halen valt. Vooraan nog altijd de kop voor Flits Harley. Flits Harley lengte voor. Tweede plaats Everglide Rapida. En daarachter komt dan aan de buitenzijde nu de aanval van Supergirl. Brainwave komt binnendoor bij Esprit, Zarda. En we zijn dan inmiddels halverwege
halverwege de laatste bocht. En daar komt dan de aanval van Everglide Rapida. Flits, Harley, Everglide Rapida. Op dit moment een mooie tweestrijd. Supergirl komt aan de wijde buitenzijde, maar springt in galop. We komen in de laatste rechte lijn. En het is daar dat aan de buitenzijde Everglide Rapida de leiding over heeft genomen. Flits, Harley vecht. Buitenzijde Brainwave, deze drie paarden. Met dichterbij dan ook nog Diamond Twix. Maar het is op weg naar de finish. Everglide Rapida die het wint. Op de tweede plaats de drie Flits, Harley. Close voor plek 3.